Jean-Paul de Jong, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Nou ja, dat we de wedstrijd goed zijn begonnen en dat we de eerste helft mooie kansen gecreëerd hebben. Dat we ze niet benut hebben en eigenlijk een beetje tegen de verhouding in op een vrije trap met 1-0 achter komen. Maar dat we ons ruggerecht hebben en dat we na rust doorgegaan zijn en dat we verdiend op 1-1 komen. Zelfs nog de mogelijkheid op 2-1 met het schot van Jordi Kroeks op de lat. En dan uiteindelijk krijgen we de rode kaart en ja, hebben we dan met 10 man veel energie erin moeten stoppen, maar hebben we eigenlijk tegen moeten houden. Ja, want er had meer in gezeten. Ja, ik denk het wel. Ik ben zeer tevreden over de energie die we gebracht hebben. Ook druk zetten vooruit. De momenten die we hadden. En, ja. De kansen. En natuurlijk de kansen die we in het voetbal gecreëerd hadden. Goed doorgevoetbald. We zijn een aantal keren ook goed in de 16 gekomen. En dan stond of de keeper in de weg of we kwamen er net niet bij. Nou, dat is wel iets waar we met elkaar aan kunnen werken. Wel mooi dat ik ook in de rust aangegeven, jongens, hou dit vol. Want uiteindelijk ga je daarin beloond worden. En dan is het wel mooi dat die 1-1 eigenlijk direct naar rust viel. Is het dan niet jammer dat je wel zoveel kaarten pakt? Nou ja, er zijn er altijd op het moment dat je druk vooruit hebt en de spelers op dat vlak de energie meeneemt. Ja, dan zaten ze op de grens en dan komen we denk ik met een overtreding van Mart Reemans komen we goed weg. Ik werd wel bestraft met geel. Maar ik vond daarbij gewoon overal, als ik over de hele wedstrijd kijk, de manier waarop we gespeeld hebben in onze energie en daarin het publiek vermaakt hebben, vol voor de winst zijn gegaan. Ja, stemt ons dit tevreden en dit kunnen we meenemen naar een volgende wedstrijd. De kaart van Daryl Werker, de rode kaart, die vond ik wel erg zwaar. Ja, maar goed, dan moeten we zelf in de spiegel kijken. Ik denk dat Daryl laat de bal stuiteren. Dan weet je dat je dan als verdediger ben je in het nadeel. En dan is dat een duel en daarin is die net Daryl sterk af. Dat mag Daryl niet overkomen. Maar goed, des te mooier was natuurlijk dat ik jongens als Alonso en Pratin die ingewisseld werden en Verburg uiteindelijk hartstikke goed in de organisatie stonden en dat op zich goed hebben kunnen opvangen. De selectie is breed genoeg inderdaad. Ja, we hebben keuzes en ik ben ook zeer tevreden dat we ook nu weer groei laten zien. Dat is mooi om daar weer de komende week weer met elkaar verder op te werken.